Hey, hier en welkom bij mijn Mega Blender Training Serie video nummer 67. We zitten in deel 6 renderen van je animatie. Hoe tof is dat? Het harde werken voor jou zit erop. Tijd om jouw computer aan het werk te zetten en jouw animatie te renderen. In de vorige video had ik het over Eevee. En in deze video over Cycles, want die settings zijn weer totaal anders. Het zijn er best wel veel. Het is geen rocket science, tenminste. Nou ja, hoe dan ook. Best wel ingewikkelde technische sissel. Maar ik ga jou alleen dat laten zien wat jij moet weten om jouw animatie te renderen. In tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check my site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle Blender doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem maar zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. Oké, okay, nou je, je hebt het gezien. Cycles is dus super realistisch. Maar er komt best wel rekenkracht dus een, een lekkere grafische kaart te hebben. Een GPU is best wel ergens uh, fijn. Je moet ook best wel dingen instellen om te zorgen dat je computer niet ontploft. Waar Eevee moet je vooral dingen aanzetten om te zorgen dat het realistisch en tof eruit ziet. Moet je bij Cycles, dat ziet er sowieso tof uit, meer een paar dingen uitzetten om te zorgen dat je het ook daadwerkelijk kan renderen. En welke dingen zijn dat? Uh, GPU-sampling, light LightPath, output settings. We gaan het er in deze video over hebben. Best bla bla bla, Maar ik ga alleen datgene laten zien wat je echt moet weten en nodig hebt om jouw animatie te kunnen renderen in Cycles. Zonder dat je daar drie jaar op hoeft te wachten. En die zijn we in Blender bij de 3D tekening gebaseerd op mijn zoontje, tekening van mijn zoontje Chris. Allemaal in Blender gezet. En het eindelijke versie trouwens, dames en heren, heb ik ook gerenderd in Cycles. Heb je hem op een andere manier nog niet gezien? Link hieronder natuurlijk in de beschrijving. Linksboven vind je het icoontje van Render en die achter Render Engines. En als ik hem op Eevee zou zetten, dan zie je dus dat al die settings veranderen. In de vorige video hebben we het daarover gehad. Ik zet hem op Cycles en dan zie je dus de Cycles instellingen. En wat je ook ziet, hebben we het ook eerder over gehad. Volgens mij heel in het begin al over device GPU-compute of CPU. Dat maakt heel erg veel uit. Nou, over het algemeen is jouw gpu veel sneller dan jouw CPU. Dus daar moeten we het gewoon eventjes over hebben. Hier bij Edit vind je je preferences, de voorkeuren van Blender, en hier bij System wiki Cycle Render Devices. Nou, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel CPU's en GPU-soorten uh, op de markt te vinden. En als je hier kijkt, dan zie je dus gelijk um, wat jij in je systeem hebt zitten. En in mijn geval Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. En een uh, CPU AMD Ryzen 9 39000X 12-core processor. Nou, um, welke van deze bovenste tabbladen moet je dan hebben? Nou, um, CUDA is meer voor... Uh, het was een rekensysteem, als ik het goed begrijp, van... Uh, Langer, langer geleden. En Optics is uh, veel, veel nieuwer. Dus als jij een grafische kaart hier aan kan vinken onder Optics, doe dat. Dat maakt jouw leven in cycles en zeker het renderen daarvan veel, veel, veel beter. Nou, je kan dus ook je CPU aanzetten, dus doe dat ook vooral, want Blender kan ze allebei tegelijkertijd inzetten en zo de volledige rekenkracht van jouw PC gebruiken. CUDA kan zeker, maar Optix heeft duidelijk de voorkeur. En dan heb je ook nog de HIP, en dan zegt hij van ja, maar ik heb geen GPU die met HIP kan rekenen. En HIP is meer voor de AMD grafische kaarten. Van de concurrent dus van Nvidia, heb je een AMD kaart, dan kun je onder HIP hier dus het vinkje aanzetten. En je GPU gebruiken. Dan heb je nog de One API. En dat is voor de ja, nieuwere Intel Arc GPU's. Dus heb je die, dan kun je die dus aanzetten. Nou, ik ga dus voor de Optics, voor mijn grafische kaart, mijn GPU als voor mijn CPU. En automatisch wordt deze preferences opgeslagen. Dus oké. Okay. Vergeet ook vooral niet hierbij device weer op GPU te zetten. Want anders gaat het alleen op je CPU uh, renderen. Dat schiet niet op, want die GPU... Is vele malen sneller. En met sneller hier, je ziet het ook in de viewport: als ik heel erg beweeg, dan zie je dus super veel ruis. Op het moment dat ik stop met bewegen, dan geef je Blender de kans om die ruis weg te berekenen. En dan kom je al veel meer bij eh, hoe het uiteindelijk plaatje gaat worden. En dat noem je samples. En dat is het volgende waar we het even over moeten hebben. Want samples is ook als eerste te vinden hier bij de Cycles Render properties dingen allemaal. En hier vind je dus sampling. En hieronder voor de viewport. En hier voor de render. En je ziet hier Noise Threshold, max samples, min samples en die noise. En hetzelfde vind je hier ook terug bij de render. Dus deze settings gaan dus heel erg voor de viewport. Datgene wat je dus allemaal daadwerkelijk in Blender ziet. En deze settings gaan voor ja, wat de Blender gaat gebruiken voor de echte uiteindelijke render. Maar wat zijn die samples eigenlijk nu? Nou, ik ga het je proberen uit te leggen met een kleine demonstratie. Oké, okay, je hebt dus een 360 graden grote wereld. En daarin zet je een camera of je camera's. En die camera's, die camera die ziet maar natuurlijk een klein stukje, een klein uh, kader zo gezegd. Dus van die hele wereld ziet de camera alleen maar dit. Dus als ik op nul druk, dan zie je dus wat die uh, camera ziet. Nou, dit, dat kader heb ik een beetje proberen weer te geven als dit vlak. In dat vlak zit een... Een gat en dat gat is zeg maar een uh, pixel. Want stel je voor: het is een HD-camera, dan is dit 1900, 1920 pixels en dit 1080 pixels. En al die eigenlijk is het gewoon een pixel. Eén klein puntje van het kader van jouw beeldscherm van je video. En het ene kleine puntje moet dus een bepaalde kleur krijgen. Alleen welke kleur is dat? Cycles is een Ray Tracing Engine. Dat betekent dus dat die camera een soort van ray, zeg maar, een, 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 een straal uitzendt door de pixel heen in jouw uh, scène. En als je één sample hebt, dat betekent dus dat één pixel, uh, één straal doorheen gaat, zeg maar, en dat levert dus ook een kleur op. Maar als je daar zeg maar meer stralen doorheen gaat sturen, oftewel meer uh, samples, dan krijg je dus ook een veel betrouwbaardere kleur van die pixel wat die eigenlijk moet zijn. Nou, als ik bijvoorbeeld uh, de samples op 1000 zet, dat betekent dus dat die voor Elke pixel gaat hij daar duizend stralen doorheen sturen. En die stralen samen zorgen dus voor een gemiddelde. En dat gemiddelde is dan die kleur van die ene pixel pixel. alright, snap je? Nou, wat ook nog zo kan, die straal die uh, bounced ook nog eens een keertje heen en weer. Het is dus niet zeg maar alleen een straal. Die straal die uh, wordt er weer kaatst op een oppervlak en op een oppervlak en daar weer op een oppervlak en die glimt daar weer op een oppervlak en zo. En noem je light bouncing. Dus hoeveel stralen je hebt en hoe vaak die stralen in je scène heen en weer stuiteren. Ja, hoe vaker, hoe meer stralen dus zeg maar, en hoe vaker ze heen en weer stuiteren op van alles en nog wat, hoe een realistischer resultaat dat dus uh, geeft. Maar ook ja, hoe meer rekenkracht dat dus kost. Maar gelukkig ben jij de baas en kan jij dat allemaal instellen. Standaard staat het aantal samples die je gaat gebruiken voor de render heel erg hoog. Kijk maar, hier bij je render. Dan zie je dus maximaal aantal samples 4096. En bij het maximaal aantal samples voor de viewport 128. Dat is dus veel, veel minder. Kijk, als ik gewoon een beetje heen en weer zo doe. En dan blop. Is je snel bij de 128. En dan zie je ongeveer hoe het eruit ziet. Maar je ziet ook dat het heel erg ruizig, heel erg grainy. Heel erg blokkerig uitziet, en dat is iets wat je niet wil in de uiteindelijke render. En dus is de standaardwaarde van het maximaal aantal samples 4096, en dat is heel, heel erg hoog. De meeste laptops van jullie zullen dat niet aankunnen, of ze ploffen en barsten in vlammen en rook uit elkaar, of het duurt gewoon super lang om jouw animatie te gaan renderen. Maar goed, er valt nog veel meer over te zeggen, en dat is even heel belangrijk, dus pap, kopie, kopie, kopie erbij. Je vindt namelijk ook zoiets als Noise Threshold. Minimaal aantal samples en tijdlimiet. En wat is dan die noise threshold? Die noise threshold wil eigenlijk zeggen hoeveel ruis vind jij oké okay in je render. Als je die op 1 zet, zo, dan zeg je tegen Blender... ik vind alle ruis helemaal dikke prima. Als je die op 0 zet, dan zeg je eigenlijk tegen Blender... Zoek het lekker zelf uit. Bedenk zelf maar uh, wat jij uh, oké okay vindt voor een ruis of zoiets. Nou, ik geloof dat dat redelijk automatisch gebeurt. Precies weet ik het ook niet helemaal. Ik zet hem nooit op 0. <laughs> maar dat kan dus wel. Dus uh, die waarde van de noise threshold. Hoeveel ruis jij oké okay vindt in jouw uh, render. Um, zit dus tussen 0 en 1. Ik kan ook noise threshold wel of niet gebruiken. Door dit vinkje aan en uit te zetten. Nou, eventjes een uh, praktisch uh, voorbeeld zeg maar. Ik doe eventjes ontzettend veel uh, samples. Bijvoorbeeld... Uh, 12.000 samples, iets heel raars. En ik doe een hele hoge noise threshold. Met andere woorden. nou, um, Ruis vind ik niet zo heel erg. Er mag best wel lekker veel ruis in mijn uiteindelijke render zetten. Maar ik heb ook heel erg veel samples. Nou, ik ga nu eens even op render drukken en moet je kijken wat er gebeurt. Kijk, hij gaat nu naar 16. 34, oh, kijk, hij stopte al. <laughs> Hij stopte al met renderen bij ongeveer 24 samples. Dus die 12.000 heeft hij helemaal niet gehaald. Dat komt omdat jij je noise threshold heel erg hoog hebt gezet. En dat zie je ook hier in het plaatje. Zie je heel veel uh, ruis eigenlijk. Dus je hebt tegen Blender gezegd: Nou, ruis is best wel oké. Okay. Dus Blender zegt: Nou, oké. Okay, als jij dat oké okay vindt, dan ga ik echt niet door tot al die 12.000. Bekijk het even lekker. Kijk, ik doe hem eventjes weer weg. En dan zet ik die noise threshold op. Uh, Iets heel erg laags. Standaard staat hij op 0,001. En als ik nu op renderen druk, dan zul je zien dat hij dus veel en veel langer doorgaat dan net. Ik denk niet dat hij helemaal die 12.000 uh, gaat redden. En mijn screen recording uh, glitst ook heel erg als hij uh, met OBS aan het opnemen is en renderen. Dus ik uh, ga hem even weer uitzetten. Zo, kijk, dus dat, uh, dat dus eigenlijk met noise threshold kan je dus kiezen hoeveel ruis is oké okay, en noise threshold wint het dus van het aantal, maximaal aantal samples. Nou, ik zet hem bijvoorbeeld even weer op uh, een beetje normale waarde, 512. Wat je ook kan doen, is een minimaal aantal samples instellen. Dus stel je voor, ik wil dat hij sowieso 128 samples doet. Daarna gaat hij kijken naar hoeveel ruis er eigenlijk in En dan gaat Blender dus beslissen: ga ik door tot die 512 of niet? Oké, okay? snap je? En bij tijdlimiet kun je dus instellen: bijvoorbeeld, van nou, ik vind dat het renderen van één frame maximaal 30 seconden moet duren. Ongeacht van het aantal samples en die noise threshold, gewoon 30 seconden daarna kappen. Maakt niet uit hoeveel ruis erin zit. En door. Dus dat kan je ook hier instellen. Um, en ja, wat ik zou adviseren is wel die noise threshold, die zou je bijvoorbeeld op 0,01 kunnen zetten. Dus ietsje, ietsje hoger. En dan uh, maximaal aantal samples bijvoorbeeld op uh, 128 kun je daar eens mee beginnen. Dan druk je op render. En dan ga je gewoon eens kijken van hoe lang duurt... 1 frame om te renderen. Nou dit, uh, deze duurde 13 uh, seconden, dus doe ik 13 seconden keer en ik heb in het totaal 7.300 frames. Dus 13 keer 7.300 dan kom ik op 94.900. Dat is dus het aantal seconden gedeeld door 60 is het aantal uh, minuten, is 1.581 minuten. Gedeeld door 60 is dus 26. Om deze hele animatie te renderen. Dat is best veel, hè? Ja, dit is echt heel veel. Kan je nagaan. Ik heb nu op 128 frames uh, samples gezet. Als ik die op 4000 had laten staan, als ik nog veel. Veel langer bezig geweest. Die noising, dat is de truc om jouw rendetijden een beetje naar fatsoenlijke waarde terug te brengen. Ja, die noise betekent eigenlijk ontruisen, zou je het in het Nederlands kunnen vertalen. En die vind je zowel bij de viewport als bij de rende. En die kan je hier met het vinkje aanzetten. En als ik eventjes bij de viewport die noise aanzet, dan zie je wat hij doet. Hij, uh, als ik eventjes control spatie, dan krijgen we dit scherm uh, uh, volledig beeld. Kijk, als ik hem nu bij van draai, normaal gesproken zou je dan al die samples zien verdwijnen, is minder blokkeriger. Maar die noise is eigenlijk een soort van filter eroverheen die realtime die noise kan weghalen, zodat je sneller een uh, smooth resultaat ziet eigenlijk. Hij haalt heel snel realtime de ruis weg. En als ik heel erg uh, weird ga doen, dan zie je dus uh, dat hij dat uh, niet kan bijhouden. Maar als je hem eventjes laat staan, dan zie je dus een plaatje. Bijna schilderachtig zo. Kijk naar het water. Maar goed, als ik hem even laat staan, wat ik zeg, dan gaat hij die noise zijn werk doen en haalt hij dus die noise weg. Nou, dat is voor de viewport en dat kan dus ook voor de render. Maar. Bij die render en ook voor de viewport, trouwens, heb je verschillende keuzes uit verschillende soorten denoisers. De je hebt er namelijk Optics of Open Image Denoise. En Open Image Denoise um, is vooral geschikt als jouw PC een Intel CPU-processor heeft. Nou, ik heb hier een uh, AMD. Um, dus dat is niet de meest uh, geschikte CPU voor deze denoiser. En ik heb ook even wat research gedaan. Open image denoiser is vooral goed voor enkele frames, zeg maar, te denoisen. Um, betere denoiser. Is de Optics. En die moet je dan op Albedo en Normal zetten. Oké, okay, dat uh, skippen we even voor nu wat het is. Maar Optics Denoiser. Uh, is vooral heel goed als en trouwens, die kan je ook alleen maar aanzetten als jij een GPU-kaart hebt met Art Optics RT cores. Nou, la lang verhaal kort. Als jij de juiste GPU-kaart hebt, dan kun je dus de Optics denoiser aanzetten. En die schijnt dus heel erg goed te zijn. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld. Um, even kijken, nog 128 frames, hetzelfde als net. En nu druk ik bijvoorbeeld op render image. Dan gaat hij even nadenken. En dan gaat hij dus richting die 128 samples uh, toe. Uh, de noise threshold zal nog uh, niet ingrijpen, want die staat uh, heel laag. En dan heeft hij. On Bam, zie je? Kijk nu. Heeft hij, als je heel erg inzoomt, dan zie je wel een beetje artefacts. Je ziet het wel een klein beetje, maar hey, dat is wel heel erg ingezoomd. Die denoiser haalt gewoon heel erg veel ruis weg. En de rendertijd is 13 seconden. Dus eigenlijk met dezelfde aantal rendertijd heb ik een veel. Uh, beter plaatje met veel minder ruis. Het volgende waar we het even over moeten hebben is uh, textures. Oftewel de plaatjes die je gebruikt in jouw scène. Plaatjes die je op objecten hebt gegooid, zoals deze barrel. Die komt van Polyhaven en die ben je ook tegengekomen in. Video nummer 52, boekvideo over materialen extra. Nou, als ik hierop klik en ik heb hier de PolyHaven add-on geïnstalleerd, vind ik hier Assets Barrel en dan vind ik hier uh, plaatjes van 1K, 2K, 4K en 8K. Kijk, als ik die van 1K gebruik, dus zeg maar van 1000 pixels, dan is het veel minder informatie dan die van 8K van 8000 uh, pixels. Nou, en als jij dus hoge resolutie textures, plaatjes gebruikt voor je objecten, dan zal de rendertijd ook veel hoger worden. Dus je kan je afvragen, is het echt nodig? Ik bedoel, als je ze heel veel weg ziet. Nou, dan hoef je dus niet van die hoge resolutie textures te gebruiken. Maar ga je heel erg dichtbij inzoomen, dan wil je dat natuurlijk wel. moet je kijken hoe verder het eruit ziet. Dit is de 8K versie. En als ik hem op de 1K versie zet, dan zie je dus hier al gelijk al zeg maar pixel pixelated plaatjes. En hier zit ik hem even op de 8K Het ziet er veel beter uit. Maar als je dat wil dan, moet je ook bereid zijn de prijs te betalen van een langere render tijden. Check. En de volgende zijn light en die vind je dus onder uh, sampling bij het uh, render tab, onder sampling path. Dan vind je je max bounces. Bounces betekent heen en weer stuiteren. Dus hoe vaak mag een lichtstraal in de weer stuiteren over verschillende oppervlakten en zo. Nou, ik heb hier de barrel, de ton uh, met explosie logo erop. En ik heb hier een vergrootglas. En in het vergrootglas zit een glasmateriaal. En die, uh, ja, die vergrootglas uh, realistisch. Uh, alles wat erachter zit. En bij bij Max Bounce zie je totaal. Dus hier kan je een totaal van stuiteringen, zeg maar, inzetten. En los van wat je hieronder allemaal, uh, uh, waar je ze onderop zet, hij zal nooit meer als 12 doen. Bijvoorbeeld heb je Transmission. Als ik die op 0 zet, dan zie je dat die vergrootgas niet meer werkt. Want daarmee zeg ik tegen Blender, ja, Transmission heeft te maken met glas en uh, water, zeg maar. Dus dit soort uh, objecten die als een vergrootgas kunnen werken, of glas of water. En als ik die op 0 zet, dan zal hij dat niet doen. En als ik hem eentje zet, dan zie je dus al dat hij één keer doorheen stuit. En dan lijkt het al ietsje meer. Twee keer en dan nou, drie keer, vier keer, vijf keer. En dan kan je hem heel vaak zetten. Maar het resultaat wordt er niet veel beter van. Maar je rendertijd zal er wel langer van zijn. Dus kijk zeg maar, nou, 0 is een beetje overdreven natuurlijk. 1 ook niet. En bij 2 of 3 zit je al goed. Nou, diffuse betekent eigenlijk de, ja, de, de, de gewone kleurmaterialen, zeg maar. De glossy betekent alle glimmende materialen. Transmission, dus uh, dit soort materialen die licht uitzenden of. Uh, glas uh, dat licht breekt en zo, volume is bijvoorbeeld uh, mist of uh, wolk of zo, of vuur. En transparent zijn ook doorzichtige materialen, dus speel met de hoeveelheid aligned, uh, max aantal bounces. En hier en kijk naar het resultaat uh, van je render. en gebruik er zoveel als jij denkt dat je nodig hebt. En nog een truc vind je onder performance. Bij performance vind je hier final render. En dan staat hier persistent data. En wat is nou eigenlijk persistent data? Nou, als ik op render druk, dan gaat hij niet. Ja, en ik heb het nu een paar keer gedaan. Gaat hij niet gelijk renderen? Soms dan, als je voor het eerst keer op render drukt, dan moet hij eerst eventjes nadenken. Dan gaat hij BVH builden of compileren of allerlei dingen doen voordat hij gaat beginnen met sample nummer 1. En het probleem alleen is dat hij dat voor. Elke frame opnieuw gaan doen. En dus dat is elke frame weer een paar extra seconden. Nou ja, en als je dus uh, meer dan 7.000 frames rendert, is elke seconde heel erg waardevol. Dat telt natuurlijk heel hard bij elkaar op. Dus onder performance kan je bij final render persistent data aanzetten. En wat die dan doet is die informatie die hij nodig heeft om te kunnen beginnen met renderen slaat hij op op het VRAM van je GPU. Want hé, je kan een dikke vette GPU kopen, maar de ene GPU bijvoorbeeld 8 gig aan VRAM of 16 giga aan VRAM, daar ben je echt lekker bezig. En nou, die ruimte kan die, die informatie kan hij dus op die VRAM zetten, dus dat, dat hoeft u dat niet maar één keer te doen en daarna kan hij dat heel snel gebruiken voor elke frame die erna Volg. Dus dat is heel erg tof. Maar pas op als jij niet zoveel VRAM op die GPU, je grafische kaart, hebt zitten. Dan kan het zijn dat Blender crasht als je dit vinkje aanzet. Dus nou, als je een dikke GPU hebt en uh, je durft het aan, klik dan Persistent Data aan. En dan zal dus, dat dus niet elke frame doen, maar één keertje. En let op, VRAM is dus de RAM van je grafische kaart. Dat is anders dan het RAM geheugen wat gewoon in je PC zelf zit. Persistent Data, probeer het gewoon eens. Renderen is gewoon een enorm technische sjizzle, bladibla. Moet je kijken hoeveel instellingen er wel niet zijn. En ik vraag me af of er één persoon op deze wereld die echt werkelijk alles daarvan weet. Nou, de belangrijkste dingen heb ik je nu in deze video verteld. Genoeg om een beetje fatsoenlijk te kunnen renderen binnen een bepaalde tijd en met een beetje fatsoenlijke kwaliteit plaatjes. Maar goed. Even kijken naar de output. Dat is hetzelfde als wat ik ook in de vorige video heb verteld over Eevee. Nou, heel in het kort nog even. Hier vind je de resolutie. Dus het aantal pixels van je frame. Hier het percentage van de kwaliteit. Zet je die gewoon op 100? Is het gewoon 100. Maar je kan hem ook op 200 zetten of op 50 of dat soort dingen. Aspect ratio spreekt voor zich. Zou ik gewoon op 1 laten staan. En hier frame rate is heel belangrijk. Ik heb uh, deze hele animatie gerenderd op 50 frames per seconde. Is een beetje overkill. En mijn advies is zet hem gewoon op 25. Want het scheelt je de helft van het aantal frames dat jij per seconde gaat uh, renderen. Hij uh, staat hier op 50, maar 25 zou echt mijn advies zijn. Dan uh, frame range even goed instellen. In dit geval van 1 tot 7300 en met step kun je ook bijvoorbeeld uh, elke andere frame renderen. Dan laat die eentje frame renderen, die niet en de andere wel. Nou, daar kun je ook mee klooien. En dan hier vind je dan nog um, de output van waar moet die terechtkomen. En dan uh, mijn advies is, uh, doe eventjes ergens een, een nieuwe map maken. En dan zeg je Final uh, Render. En dan zeg je hier deze map. En dan zeg je dan op. Uh, Oh, moet ik wel even laten weergeven. <laughs> ik heb hier een nieuwe map gemaakt. Final render. Dan dus zeg je gewoon uh, accept. En dan accept. En dan vind je hem dus uh, hier, hier terug dat hij daar staat. En dan kan je dus kiezen voor file format. En dan kun je kiezen voor een image of een movie. Nou, ik kan dus voor movie kiezen. En als je dat doet, dan zou mijn advies zijn FFmpeg video. Maar eigenlijk is mijn advies, ga niet renderen als direct een film. Want je ziet dat het lang duurt. Als tijdens het renderen jouw computer crasht of blender crasht of er gebeurt iets. Dan is die video corrupt en dan... Uh, ja, het hoeft niet zo te zijn. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat, het dan, dat je dan toch die video kon afspelen. Ook al is hij voor de helft niet gerenderd. Maar hey, better safe than sorry. Het kan zijn dat die video dus corrupt is. En dan ben je al die uren renderen kwijt. Beter ga jij renderen als een... Image sequence. En dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor PNG of JPEG. Nou, PNG heeft transparante informatie in zich. Dus als je daarop kiest en klikt, dan zie je ook black and white. Ik zou niet weten waarom je dat zou willen. <laughs> Zwart-wit animatie. Ja, dat kan. En eh, RGB, dus rood-groen-blauw. Of RGB-A. En dan zit dus de transparante informatie van die video er ook bij. Nou, in dit geval... Is er niks uh, transparant. Maar het kan natuurlijk wel. Als ik hier maar op film zet en dan zeg ik hier uh, transparant. dan heb ik dus wel transparante informatie in. Dan moet je dus ook zorgen dat je die output op RGBA zet. Nou, in dit geval uh, niet nodig. Want wij uh, doen niet aan. In deze geval doe ik daar niet aan transparant. Nou. Aan PNG, allemaal dikke prima. Je kan ook bijvoorbeeld in OpenEXR of OpenEXR Multilayers. een ander bestandsformaat. Met veel meer informatie en zo. Maar hé, hey, is het beginnen training dit? Dus ik zou zeggen: mijn advies APNG, RGB of RGBA in het geval van als je transparant informatie in jouw frames hebt zitten. De, de rest staat het allemaal wel uh, prima. Dus heb je de resolutie gecheckt, frames per seconde gecheckt, uh, start- en eindframe gecheckt, je hebt een map aangemaakt waarin al die plaatjes terecht gaan komen. Je hebt gezegd in welk file, fileformaat hij die plaatjes voor elk frame moet gaan maken. En dan kun je dus hier, als je alles klaar hebt, op Render Animation klikken. En als hij dan klaar is, heb je hier in die map al de gerenderde frames staan. Een image sequence, oftewel op een volgende. Maar goed ook, want anders, als dit door elkaar heen raakt, ben je echt een shaak. Eerst is 0000, 001, 002 enzovoort. Helemaal tot de laatste. En elk frame is gewoon. Uh, plaatje. Nou, um, en hoe krijg je hier dan een video van? Dat laat ik je zien in video nummer 69: werken met. Image sequences want wees gerust, dit kan je in één keer importeren in een video-editor en dan speelt hij het af als een video. Maar goed, renderen kan dus ontzettend lang duren en ik zal heel eerlijk bekennen, nou ja, het is geen geheim, maar deze animatie van mijn zoontje, de tekening van mijn zoontje Chris in 3D heb ik dus niet gerend op mijn eigen pc, maar online via cheap it. Want het kan op je eigen pc, maar kan ook heel lang duren. Er is ook een andere manier en dat werkt gratis en online. Jouw computer staat uit. Je moet even wachten, maar dan kun je jouw project gewoon downloaden. Wat? In de volgende video laat ik het je zien. Maak iets.